Goedemorgen kids, super gaaf dat je deze ochtend weer kijkt naar de Kids Livestream. Ik ben Buddy en ik heb er beren veel zin in en ik hoop jullie ook. Zijn jullie klaar voor een hele goede ochtend? Ga lekker staan, dan gaan we zingen, dansen en springen voor God. Umbrella in the rain, dressed through the pain, bend me a lane. Bij hem kan je zijn wie je bent. Where the party at, do your dance. En er is niemand die al weet again. My God, my best friend. Als ik zing, dan sta ik op mijn kop. Wow, hij is
hoe dat werkt. Hij is maar vriend op school of sport en zondags in de kerk. Hij is altijd bij mij. De kalfontjes in de kamer en rennen vliegens vlug. En als ik spring, spring, dan spring ik gaat toen in de lucht. Want God is altijd bij mij. Ik voel me goed. Dat is gewoon een ding, dan prijs ik God. Het maakt me niet uit wat ik zing, whatever, maar stoppen doe ik never. Het maakt me niet uit wat ik zing, whatever, maar stoppen doe ik never. Ik voel me goed, 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 als Jezus bij mij is. Ik voel me goed, 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 ik weet dat ik mij niet vergis. Hallo kids, leuk dat jullie kijken naar deze preek. Ik ben Rick, ik ben 17 jaar en ik kom ook bij jullie in de kerk. En in Den Haag dan natuurlijk. En ik ga vandaag met jullie hebben over vreugde in God. Dus eigenlijk blij zijn in God. En wat betekent dat nou eigenlijk, blij zijn in God? Eigenlijk betekent dat dat God zo goed voor ons is. En dat we zo thuis bij hem mogen komen. Dat we daar blij van worden. Dat we gered zijn door hem. En dat we van hem houden. En dat hij van ons houdt. En dat we totaal eigenlijk afhankelijk van hem zijn. Want eigenlijk als we zelf dingen doen, dan kan het soms nog wel eens fout gaan. En als God bij ons is, dan geeft hij ons steun en hulp. En dan kunnen we eigenlijk alles aan. In de Bijbel staat ook, als ik voor je ben, wie kan er dan tegen zijn? Dat zegt God. Eigenlijk zegt God daarmee van, ja, maar als ik met jullie ben, dan moet alles goed komen. Dan zijn, ook al zijn alle mensen tegen je, dat betekent nog steeds dat ik voor je ben en ik ben de almachtige God. Dus ik kan alles bepalen, ik kan alles doen om jou te helpen. En dat is super vet om te beseffen. En ik wil eigenlijk jullie ook meenemen in een tekst. Een tekst uit de Bijbel, die heb ik hier. En uit Jeremia 15. Jeremia 15 vers 16. En als je een Bijbeltje bij je hebt of je hebt de Bijbel app, kan je die ook meelezen. En hier staat: Heer, u gaf u mij woorden. Of Heer, u gaf mij uw woorden. Ze kwamen in mij. Doordat uw woorden in mij waren, werd ik blij. Want daardoor hoorde ik helemaal bij u, Heer, machtige God. En dat betekent eigenlijk dat als hij zijn woorden bestuderen, als hij zijn woorden gaat lezen, dus eigenlijk als we de Bijbel hier gaan lezen, dat we dan vrolijker worden. Dat we blij worden, want weet je wat het is? In de Bijbel staan superveel beloftes. Beloftes over hoe goed jij wel die bent. Eigenlijk hoe goed je bent gemaakt. En over hoeveel God van je houdt. En hoe hij bij je zou zijn door de dagen heen. Dat als we echt in hem zullen geloven, dan staat onze naam geregistreerd in de hemel. En geregistreerd, dat is een heel moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk dat jouw naam eigenlijk al is opgeschreven in de hemel. En er staat, oh, deze persoon komt eraan. Eigenlijk net zoals dat mama en papa naar een hotel gaan samen met jou. Of naar een vakantiepark. En dan boeken ze eigenlijk al. Dan bellen ze naar de receptie van het hotel of van het vakantiepark. Hallo, wij komen hierheen. En dan moeten mama en papa natuurlijk betalen. Maar dan kunnen ze daarheen en dan staat hun naam al geregistreerd. Dan is het eigenlijk al geboekt. En eigenlijk is dat ook net zoals bij Jezus. Jezus heeft eigenlijk al voor ons betaald om naar de hemel te gaan. Door aan het kruis te gaan. En daar mogen we ook heel blij over zijn. Weet je, ook al ga je door moeilijke tijden heen, God zal je helpen.
En dat kan zijn dat op een gegeven moment je vriendje niet meer met je wil buiten spelen. Of dat mama en papa een ruzie hebben gehad. Maar het betekent wel dat God nog steeds superveel van je houdt. En dat hij wil dat je blij bent. Hij wil blij met jou zijn. Terwijl mijn hond aan het blaffen is. Mijn hond heet Boef. Maar het is gewoon super vet dat God blij met jou wil zijn. En in de Bijbel staat ook dat als wij blij zijn, dat onze vrienden blij met ons moeten zijn. En als vrienden verdrietig zullen zijn, of vriendjes en vriendinnetjes, of papa of mannen. Dat als die verdrietig zullen zijn, dat we samen met hen verdrietig zullen zijn. Weet je, in de Bijbel staat super veel dingen eigenlijk over vrolijk zijn. En misschien kan je daar wel eens iets bij mama en papa over lezen. En in de Bijbel staat super veel beloftes ook, om wie jij bent. En hoe God jou heeft gemaakt. Zo staat er bijvoorbeeld dat God jou goed heeft gemaakt. En zo staan er super veel dingen in dit mooie dikke boek. En misschien heb je een kinderbijbel thuis. Of papa en mama lezen je wel eens voor. En ik bemoedig je echt. Ga dat lekker doen. En ga lekker ontdekken wat God zegt over blij zijn in hem. Dat is super breed. En ik heb een beetje mijn kijk hierop gedeeld. Over gewoon simpelweg het... de beloftes van God, wat hierin staat. En dat we echt daaruit dingen mogen leren om krachtiger te worden en liefdevol. En dat wilde ik echt graag jullie meegeven. En dan hoop ik dat jullie nog een fijne kidsdienst hebben. En dat jullie nog lekker kunnen dansen en springen. En dan hopelijk zie ik jullie weer snel. Doei doei! Smee, waar zit je? Nou dacht ik dat we alleen maar lekker vakantie konden vieren op de camping. En dan moeten we ook nog die wc schoonmaken. Sonja! Ja, heb je het gehoord? Ja, schoonmaken. Ze hebben aan ons gevraagd of we de wc's willen schoonmaken. Waar zijn de wc's? Verstopt? Oh, ik vind ze wel. Echt? Ik vind ze wel, die wc's. Verstopt, ja, zeg jij, hè? Ze zijn verstopt. Ja, nou. Verstopt. Ik vind ze wel. Okay. Ik ga vast boenen. Ja. Jongens, die mensen op de camping, die kunnen er wat van, hoor. Van al dat gebarbecue en eten. Ga jij maar lekker aan het werk? Ja, ik ga. Nou, ik ga natuurlijk helemaal niet schoonmaken. Ik ben niet voor niets lekker eventjes op de camping. Ik ga eens even lekker, ik zie de bad staan. Slippertjes uit. En eens even lekker genieten. Heerlijk. Zo. Heerlijk zeg. Hartstikke lekker. Die Esmee. Lekker schoonmaken. Heerlijk. Lekker poei! Poei! Man, ik heb me rot gewerkt. Vies die wc's. Sonja, heb je het gezien? Nee, ik heb ze niet gevonden. Jij wel dus. Ik heb die brillen gepoetst. En de vloeren gedweld. En dan moet je ook nog met zo'n haarborstel, nee, wc-borstel, moet je dan ook nog die potten schoonmaken. Ja, ik weet het. En vies. Weet je hoe ik stand schoon te maken? Nee. Gewoon met een knijper op mijn neus. Man, wat een lucht. Wat die allemaal niet gegeten hebben hier op de camping. Maar ja, er was toch een wc en die was toch wel erg vies. Ik heb de restanten nog op mijn borstel zitten. Ja, ik ga hem even schoonmaken, hoor. Zo. Lekker spik en span. Kijk, hij is weer helemaal schoon. Ja, dat moet, hè, hier op de camping lekker spikken, span alles. Dus, goed gedaan weer. Esmee, weet je wat ik doe? Ja? Ik denk, ik ga gewoon lekker, in plaats van naar deze camping, lekker naar Amerika. Naar Amerika? Ja, want ik kom net bij de receptie van de camping. Ik vraag, hoe ver is het vliegen? Ja? Weet je wat ze zegt? Nee. Momentje. Naar Amerika vliegen, ja, momentje. Nou, dan gaan we maar. Momentje, nou, ik moet naar de douches. Ja, en nou, mijn borstel is lekker schoon. Oh. Ja, goed schoon. Ja, maar even een beetje spuiten dan een beetje.
Hey, professor Explosie. Hey, buddy. Hey, kinderen. Wat super. Ook op vakantie. Ik ben eindelijk lekker op vakantie. En Sonja en Smee zijn weg. Dus de rust begint eigenlijk terug te keren. Lekker is dat, hè. En ik dacht van, nou, lekkere vakantie. Even op de camping weekendje. Zo, tentje straks hier opbouwen. Slaapzakje. Hey, lekker even een duikje nemen. Ik ben net op vakantie. Lekker fris zwembad. Lekker fris. Ik ga erin. Even drie. Lekker zeg, zo'n duikje in het zwembad. Echt top dit. Gewoon lekker rustig en ontspannen en verfrissend vooral. Moet je ruiken. Lekker fris zeg. Lekker zo'n zwembad. Lekker fris zegt hij. Professor Explosie, wat zit jij te lachen? Heb je al een beetje gekeken in dat water, hoe dat eruit ziet? Dat is... Ik zie vlekken! Weg eruit! Ja. Bruine vlekken! Bruine vlekken! Weg! Telefoon was in het water gevallen. Oh, toch nog! En stinken, buddy! Oh. Nou. Nou. Camping Life! Superleuk dat jullie weer kijken naar de Kidstream. En vandaag hebben we weer schminken. En vandaag laat ik jullie zien hoe je een hele stoere tijger moet maken. Ik laat natuurlijk zien wat je daarvoor nodig hebt en hoe je die stoere tijger moet maken. Heel veel kijkplezier! Wat hebben we precies nodig voor het schminken van een tijger? Ten eerste heb ik altijd water, zit hier in een flesje. Dan heb ik een basispenseel. Ik heb nu ook een tijgerpenseel. Kan ook gewoon met een normaal penseel. Dan heb ik een sponsje. Ik heb glitters. Dan maak ik gebruik van 4 kleuren. Oké, we gaan beginnen met de basis en dat is met wit. We beginnen eerst met de ogen. Andere oog. Oké, nu gaan we door met geel. Oké, dan gaan we door met de kleur oranje. En die doe je eigenlijk, die blend je hierboven een beetje erop. Zo. En dan ga je nog heel even met het geel. Dat het een beetje blendt met elkaar. Dus dat de twee kleuren een beetje in elkaar overgaan. Oké, wat we nu gaan doen. We gaan eerst met de toet beginnen. Je hebt zwart nodig. Ik heb het basispenseel. Weer heen en weer. En dan ga ik het neusje doen. Nou, dit is de toet. Nu ga ik door met de tijgerschepen. Ik zet hem eerst hier en dan ga ik hier. En dan druk ik een beetje en dan weer smal. Dat doe ik ook aan deze kant. En dan eigenlijk ook vanuit binnenuit. Doe je ook aan de zijkanten. Nog een beetje water. Doe je hem hier nog een beetje. En wat je ook nog kan doen. Doe je nog een paar stipjes. En je lippen nog zwart. Voor de tanden. En de snorharen. Zo graag vertellen dat alles beter wordt. Maar de wereld is zo groot.
Ik lig graag in het gras en kijk dan even omhoog. Ik zie al die wolken, soms zelfs een regenboog. Er vliegt een vlieger voorbij en ik roep naar omhoog. Hallo vlieger! Sla je vleugels maar uit, dan vliegen wij ook. Yeah.
Wauw, wat hebben we weer genoten van een mooie ochtend, hè kids? Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd en veel plezier hebben gehad. Ik hoop jullie volgende week weer te zien om 8:30 op deze Kids livestream. Tot de volgende week. Doei, tot ziens.